Want je weet, omdat jonge mensen niks tegen elkaar te vertellen hebben, staat die muziek zo. Hoe oh, is dat daarom. Ja, dat ja. is daarom. Dat ze, ze hebben geen idee wat ze moeten zeggen. En nu mag je helemaal niks meer zeggen. Ja, je, moet, je kan niet meer zeggen, wat heeft u een leuk jurkje aan? Maar dan ben je feit al gearresteerd. Het volst hem, kunt u mij horen? Da, 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 da. Da, da, da. Hoe, hoe vind je Kuipers overkomen? De nieuwe minister van, van de ik had mijn indruk is, maar dat, het komt ook wel een beetje dat hij die, dat die slecht fotografeert. Je hebt de indruk die man is die zwaar ziek Die heeft een verschrikkelijke kwaal. Ik hoop dat hij in zijn leven blijft zolang deze kabinetsperiode duurt. <laughs> zal ik nog maar even zeggen. Je bedoelt hij ziet er ja. slecht uit? Mijn interpretatie was, maar misschien is dat ook wel een beetje wishful thinking, mijnerzijds. Dat het hem nog niet meevalt, dat ministerschap. Omdat je natuurlijk als, als directeur van zo'n groot ziekenhuis ben je natuurlijk de paus zelf. Hè. Ja, dat zijn geen democratische organisaties, dat kan ik je wel vertellen. Het zal wel een ondernemingsraad zijn, maar die zal ook wel niet veel te vertellen hebben. Ja, en nu ben je dus minister. En je weet hoe het is als je Nederland minister wordt, je kunt niks goed doen. Het, het is verdomd. Als je, je patanden staat te poetsen, dan komt er op de Spiegel al een boodschap. U bent een lul, u doet alles fout. Nou, kunt u niet opkrassen. Nou, bekende werk. En dan zit je daar in die kabinetsvergadering, waar je je collega ook alle andere opvattingen hebt dan jij blijkt te hebben. Dus nee, dat is. Uh, ik denk dat hij nog wel eens denkt van. Uh, qua dat Nederland één groot ziekenhuis was, dan zouden we de zaak iets, uh, iets minder democratisch ja. kunnen doen. En heeft natuurlijk last van allemaal journalisten, die gaan graven in het verleden. Die komen op oh, dat dat voordat je het weet komt uit dat je een banaan gestolen hebt in de, in de, in de derde klas van, de van de lagere school. Absoluut. Hoe vind je dat dan nu met die, uh, die deals rond dat software systeem... die die beddencapaciteit in beeld brengt? Daar zou hij dus belangen bij hebben, want twee van zijn adviseurs... die waren weer van het bedrijfje die die software oh, heeft geleverd. dat oh, lijkt me niet een zaak van het allergrootste gewicht, wil ik wordt. We hebben in Nederland de beddencapaciteit enorm teruggeschroefd, heb ik altijd. Je weet dat als je geopereerd bent en feitelijk nog geen pap kunt zeggen... en rondschuifelt op, op patiëntenschokken, dan word je al het ziekenhuis uitgebonjoed en dan moet je al naar huis... Ik, ik ben na mijn hartoperatie ben ik. Ik ben al jaren. Nee, dat moet niet overdrijven. Maar nog maandenlang hier als patiënt rondgesukkeld, hier een blokje om. En, nee, want je moet er zo snel mogelijk uit. Dat zeggen ze ook, hoor. Van tevoren denken ja. om. Je moet erna, weet ik veel, drie of vier dagen, moet u eruit. Maar het gaat hier dus vooral om dat systeem, hè? die software, dat hij daar dus uh, bij betrokken zou zijn. Als je ik kan is. me niet voorstellen dat de software die jij net hebt geschetst, dat je daar miljoenen aan verdiend wordt. 1,2 miljoen had het tot nu toe gekost. Oh. Ja. dat had gekost, maar. Dat, dat, dat zijn de kosten, maar ik bedoel, wat is het rendement? Dat wil ik graag weten. Nou, het werkt niet goed. Als ze natuurlijk 6 euro erin hebben gestopt en ze <laughs> hebben er een miljoen verdiend, ja, dan is er iets mis. Nee, maar het, dan ben ik denk ik is de familie van Sievert. Hè? Oh ja, die hebben we ook nog. Ja, nee, Sievert gaat niks terugbetalen. Nee. Hij houdt gewoon haast ze dood. Hè? Sievert zal wel blij zijn met al die dingen rondom de voice en nu weer in Oekraïne. Ja, heerlijk, joh. Ja. Kijk, elke afleiding, dat vindt Sievert natuurlijk fijn. En je weet hoe de media, hoe de, hoe de nieuwsindustrie werkt. Ja. We hebben altijd de ruil van de week. <laughs> ja. En de, alles gaat over de ruil van de week. Alle talkshows gaan over de ruil van de week. Alle klanten gaan over de ruil van de week. En volgende week hebben we weer een andere ruil. Ja. Zo werkt het ongeveer. Dat <laughs> ja, dit is wel waar, ja. 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 Maar Kuipers, ik heb wel een beetje met hem te doen, want hij had vergad ook. Ja, ook ik weer... vond dat hij de zieligheid zag. Ja. Maar volgens mij is dat ook wel een beetje dat hij dan altijd een beetje zielig uitziet. Ja, maar hij houdt zich toch wel... Uh, kijk, hij, is, um, uh, hij bestraalt wel sympathie uit. Dat is natuurlijk persoonlijk, dat vind ik. Dat vinden andere mensen misschien niet. Maar het is niet, een, het is niet iemand die... Uh, ja, ik heb ook wel eens met Kuipers bij de opeen gezeten. Ja. En hij viel mij van harte bij ja. ten aanzien van het punt van de discriminatie van zwarten in de Verenigde Staten. Oh, daar ging hij ook over meepraten? Nou, hij heeft daar gewerkt. zoals ik natuurlijk zoveel... Oh. Nederlandse academici in Amerika gewerkt hebben. Ja. Maar hij, heeft, uh, hij vergat toen bij Bo hoe lang je in quarantaine moet, hè? En daar, daar werd ook weer heel flauw over gedaan, van oh, dat hij dat niet weet. Maar ja, het is wel de minister. Dus ja, als iemand het moet weten, zou je zeggen, is hij het. Nou, ik weet niet. Hebben ze niet de quarantainetijd ondertussen aangepast? Nou, isolatie, hè? Dus hoe lang moet je nou in isolatie als je uh, de, die, dat gebeuren hebt gehad? En dat wisselt iedere keer, ja. dat heb je gelijk. Ja, ik moest acht dagen, geloof ik. Ja. Acht dagen nadat de besmetting geconstateerd was. Ik heb die booster trouwens uh, van de week gehaald. Het ging ontzettend op zondagochtend. Nou, het ging nog nooit zo snel. Echt waar? Ja. Ja, ik mag geen booster dan schrikken meteen halen. Ja, maar natuurlijk. je krijgt het wel, het be bewijs. Dat heb je inmiddels denk ik wel in je telefoon staan, toch? Nee, dat heb ik niet. Oh ja. ik Iemand die besmet is geweest mag, mag zes maanden geen booster. Nee, dat weet ik. En nu hebben ze het ook teruggebracht op drie maanden. Ja. Maar, maar ja, ik ben nog. Het is meer dan, minder dan drie maanden geleden. Maar je hebt wel een herstelbewijs, toch? Dat heb, ja, dat heb ik aangevraagd. Oh, dat he, maar, Mag ik ook op dit punt misschien nog even de publiciteit zoeken. Nu, ik geloof 15 dagen geleden is mijn herstelbewijs aangevraagd. Ik moet namelijk naar Italië over twee weken, dus dan heb je dat nodig. Eh, en dat heeft ook een. een, een een leverdatum van, van tussen de vijf en de tien dagen. Maar ik, lieve Nederlandse overheid, ik heb niets ontvangen. Bellen heeft geen zin. Want dan hoort u een computerstem die zegt, we hebben het nu heel druk. U kunt beter op een ander momentje bellen. En dat andere momentje bestaat niet, want ze hebben het altijd heel druk. En alle andere momentjes hebben ze het ook heel druk. Nee, ook dit is weer een klassiek voorbeeld van het volstrekte dysfunctioneren van onze overheid als het erop aankomt. Want je zult zien dat ik tenslotte niet naar Italië kan, omdat ik dus geen bewijs van herstel heb. Heb je nog niet gebeld? Gebeld is er ook. ja. Dat ik, ik erger mij zo dat ik heb uitbesteed aan het reisbureau wat die reis in okay. euh, doet. En nou ja, Ach. die hebben ook de verzekering gekregen dat het tussen de vijf en de tien dagen zou zijn. Maar er is niets ontvangen. Nou, dat zal toch wel komen. Kijk, ik heb, ik, sorry, ja, kijk. jij bent een geboren optimist. Maar mijn vertrouwen in de Nederlandse overheid, zeker op administratief gebied, is praktisch tot het nulpunt gedaald. Kijk, ik kreeg zo'n oranje sticker. Ja, dat ziet er Vooral die sticker vind ik erg mooi. Ik zou zeggen, daar kun je zelf toch op. ook wel plakken, toch? Ja. Dit is het bewijs van dat je volgens mij gevaccineerd bent. Plus dat het in die app staat. Dus daar stond al. Ja, maar ik heb die hele app niet. Oh, nou ja, daar stond meteen in... Ik heb gewoon een papieren bewijsje. Maar ja, ondertussen is natuurlijk mijn vaccinatie is verlopen. Die is ook in, in Italië maar negen maanden geldig. Dus, hmm. nee, dit, dit klinkt niet goed. Nee, dit klinkt helemaal niet goed. Nee. Daar <laughs> maak ik me ook enorme zorgen over. En je ja. weet, als je ouder wordt, dan zie je ook meer beren op de weg dan wanneer je jong bent. Ja. Dat is heel wonderlijk. Tot je 25 zie je nooit een beer op de weg. Echt nooit. Je weet wel dat ze in de bossen zitten, maar het maakt niet veel uit. En dan zo'n beetje tussen je 25ste en je 40ste zie je af en toe toch een bier op de weg in de verte. Maar als je zo oud bent geworden als ik, dan is de hele weg vol met bieren. Hoe komt dat dan? Ja, het, 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 laten we zeggen, de mate van tobben neemt toe. En de, de mate van greep op de werkelijkheid neemt af. Zoiets moet het zijn. Hmm. Ja. Maar bespreek het maar met, met de oude vandaag. die echt welke weg ook altijd vol met bieren Hele, hele grote beren. Nou, ik ken ook jonge mensen die uh, de weg op ja? Ja, ja, het zijn tobbers. Ja. Het zijn depressieve tobbers, die heb je natuurlijk wel. Ja. Ja. Je hebt mensen die karakterologisch eigenlijk in alles een probleem zien. Ja. Misschien dat wel een beetje helpt dat, dat die coronadingen nu allemaal worden afgeschaald. Dus, uh, ja, daar begrijp ik ook niet waarom die, die, die verrekte vrachtautochauffeurs nu gaan protesteren. Wat valt er nou te protesteren als je weet dat volgende week die hele boel afgeschaald wordt? Ja. Wat is dat voor flauwekul? En dan solidair met Canadese truckers, zeg, zo kunnen we wel aan de gang blijven, zeg. Ja, maar ze hadden het natuurlijk al voorbereid en de, de spandoeken waarschijnlijk al gemaakt. Nou, want ze vinden het pure flauwekul. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat de overheid zich door dit soort van lieden laat gijzelen. Ja, maar ja, ja. Het zijn hele kleine minderheden waar de overgrote meerderheid van de bevolking last van heeft. Maar je hebt het recht om te protesteren. Nou, ik ben ooit op, op weg geweest naar Leeuwarden toen die, toen die tractoren dus geprotesteerd hadden. Het was levensgevaarlijk. Die lui reden dus allemaal op de vierbaanswegen, wat helemaal niet mag. Ik heb er niks mee. Nul. No. En de Zwarte Piet hebben we ook nog een keer gehad. Die hebben ook nog een keer op de snelweg gestaan om te protesteren. Ja, dat was de hadden ze me geblokkeerd, geloof ik ja. ook. Nou ja, dat was een, een, een eendagsactie. Ja. Maar ik vond, nee, nee ik, ik moet zeggen dat ik de opstelling van de overheid die ook wel erg lamlendig vind. Ja. Maar goed, je mag protesteren. Het moet natuurlijk wel aan alle regels voldoen. Je moet het aanvragen. Nee, maar... ja, je mag best protesteren, maar niet met je vrachtauto hmm. of met je tractor. Dat is niet de bedoeling. Ook niet als het op een plek is? En sterker nog, ik heb in de tijd al gesuggereerd dat ik een tractor of ging stichten. Zodat ook mensen dus die voor andere dingen demonstreren, dat je gewoon opbelt. Zegt, oh, wat hebt u nog? 15 reuze tractoren, dat kan. We doen er een echt machine achter, die hangen we erachter. Dus dan is het <laughs> nog erger allemaal. Dat, dat kost u dan uh, duizend per dag. Ik weet niet wat zo'n trein zou moeten kosten. Ik, ja, ik vind het misbruik maken. Ik vond ook toen dat de overheid wel erg coulant was. Een beetje bangig. Een beetje bangige overheid om de confrontatie aan te gaan. Met luid die, naar mijn idee, wederrechtelijk de vrijheid van anderen beperken. Ze gaan nu ook de strijd aan de overheid met de burgers rondom die spaartax, hè? De spaartax, ja. Daar, daar ben ik natuurlijk iedereen die natuurlijk 4% rendement werd geacht te halen. door de. Ministerie. Ik heb het altijd een schandelijke maatregel gevonden. We zijn over idioot's dat je ervan uitgaat dat er 4% rendement wordt gemaakt. Soms werd er wel meer gemaakt, maar soms meestal minder. En iemand die dus niet actief doet, is met zijn spaarset, zoals ik, die zich wel laat staan, omdat ik geen zin heb om daarover te toppen. Voordat je het weet, zie je ook nog een, een financiële beer op de weg. <laughs> Eentje die helemaal behangen is met eurobiljetten of zoiets dergelijks. He? Nee, dus ik, en dan word je, weet je, je werd je belast over 4% rendement. Wat, ik, wat was de rentestand? Die is nu negatief, nou, de benen. Ik heb het altijd echt schandelijk gevonden. Een belachelijke maatregel van zalm, overigens. Je kunt het dus nu, je denkt nu, uh, je krijgt het misschien terug, maar ze, ze zijn nu met een rechter, zijn ze aan het bekijken, of met een advocaat bij de overheid, van oké, okay, wie komt er dan aanmerken om inderdaad dat terug te krijgen. Dat zijn dus de mensen die op tijd bezwaar hebben gemaakt. Maar als je dat niet hebt gedaan, dan val je waarschijnlijk buiten de boot. Nou, dat vind ik nog ook volkomen incorrect. Ja, dat, is, dat zou toch een generieke maatregel moeten zijn? Dat spreekt toch ja. vanzelf? Ik zou zeggen, daar kan je zo weer opnieuw procederen bij de, bij de Raad van State. En dan die zal ongetwijfeld zeggen dat iedereen dat terug moet hebben. Ja. Ik heb eens dus even. Dat vind ik de belasting niet <coughs> zo leuk, want het is natuurlijk een gigantische operatie. Ja. Ik heb eens even gekeken, het grootste, het is niet zo gek, uh, qua belastinginkomsten komt natuurlijk uit werkende, die uh, met hun inkomstenbelasting, dan heb je de omzetbelasting. En het, uh, de belasting uit vermogen is maar 4 miljard. Dat komt pas ver daarna. Ja, dus... dat is des te gekker natuurlijk, omdat uh, natuurlijk in Nederland uh, een vrij grote groep een aanzienlijk vermogen heeft. Ja. Want je hebt al heel snel, heb je vermogen ook als juist, uh, laten we zeggen, een miljoen waard is, dat is ook een vermogen, toch? Ik heb, liever houd ik me helemaal niet bezig met deze zaken, nee. omdat ik... Eh, Oké, ik vul ook mijn eigen belastingbiljet niet in. Dat is ook eigenlijk ook zo raar dat dat zo ingewikkeld is, dat je dat echt beter kunt overlaten aan deskundigen dan dat je het zelf doet. Ja. Ik heb het ooit zelf gedaan. De eerste twee jaar dat ik een normaal inkomen had en niet meer studeerde, dat je ook denkt, ik ga hier niet... Eh, de rest van mijn leven weken per jaar insteken in deze onbeschrijfelijk complexe, flauwekul. die we daarvoor georganiseerd hebben. Dat moet toch ook simpeler kunnen. Dat moet toch simpeler kunnen. Ik vind het wel grappig, die types die dat dus wel doen. Ja, accountants. Nee, die, die leden vinden het heerlijk. Ja, dat is hartstikke boek, leuk. Die hebben ook niet helemaal een boekje mee op vakantie. met dan de nieuwste maatregelen. En dat gaan ze dan op vakantie op het strandbedje gaan ze dat bestuderen. Ja, heb je in Amerika speciale kantoren voor het congres voortdurend, dit soort van regels verandert. Want dat is even een probleem maar dat die volksvertegenwoordigingen zo verdomd vervelend zijn, want die willen allerlei maatregelen. Ze willen wel een al generieke maatregelen, maar dan moeten er allemaal uitzonderingen worden gemaakt. Dat is ook de uitkeringsfabriek, natuurlijk. Daar hadden we nooit aan moeten beginnen. Nee. Ja? Moet je trouwens nog, want Kaag heeft trouwens wel, belasting is natuurlijk belangrijk voor alle plannen, maar Kaag zit weer met allemaal begrotingsgaten, dat las ik deze week. Ja, want er was zoveel, er was zoveel. geld was het ter beschikking voor de komende jaren, weliswaar allemaal incident. het was allemaal erg slordig was mijn indruk. Ook, ook die economen, een aantal van die economen hebben ook van die grote stukken geschreven, dat het, het was niet erg duidelijk hoe het verantwoord gaat worden. Het was allemaal incidenteel. Dat is ook zo'n liefhebberijtje van de VVD en Mark Rutte, dat, dat je kunt wel geld krijgen, maar het is altijd incidenteel. Daar heb je niet zoveel aan. Hè? Uh, dus, en, en ook, de, hoe heet het, de, de verantwoording was dus twijfelachtig. De controle was niet erg duidelijk. Uh, ik had in kijk dat het hele regeringakkoord eigenlijk nogal een slordige boel was. Dat was het is net alsof je ochtends je veters vastmaakt, weet je wel. En als je dan ongeduldig bent en je trekt niet goed door, dan, dan zit ze de hele dag verkeerd. Je moet even flink aantrekken dat de veters strak zitten. Nou, dat moet nog, die veters van de begroting, die moeten nog een beetje strak getrokken worden, is mijn indruk. Ja. Overigens nog één vraag over corona. Die binnenkomt van de luisteraar. Die zegt. Maarten, denk je dat we nu uh, ja, dat het nu een redelijk de goede kant op gaat? Of krijgen we weer hetzelfde als vorig jaar met dansen met Jansen? Dat er weer veel te snel allemaal weer dingen mogen? Ja, dat is een heel interessante vraag. Dat is een beetje afhankelijk van de varianten die ons uh, door het virus worden aangeboden in de komende maanden en jaren. We hebben nu toevallig een variant waar die heel besmettelijk is: omicron maar. Die eigenlijk niet zoveel te betekenen heeft voor de gezondheid. Vandaar dat ze nu het wel aandurven dat het volgende week voor een belangrijk gedeelte af, afgeschaald ook zo'n vreselijk woord wordt. Uh, maar ik, uh, ja, als ik wist wat die meneer van mij wil weten, dan zat ik hier helemaal niet. Maar dan was ik uh, chef adviseur van het OMT. Sterker nog, dan was ik waarschijnlijk bij Ursula van der Leyen dan zat ik in een kantoortje uh, <laughs> twee vijf meter verder. En, en, en wist ik precies wat er ging gebeuren dan. Ja, ja. naast Frans Timmermans. Ja, ja, die gaat over de groene portefeuille, zoals je weet. Ja, de Green Deal. Maar zo, kan het zo zijn dat je na een... Uh, want nu denk je, oké, okay, de versie die hierna komt... die is misschien ook uh, wel besmettelijker, maar minder ziekmakend. Zou ook de andere kant nog op kunnen? Ja, dat, natuurlijk kan ja? dat. Ja? Oké. Okay. Dat het bijvoorbeeld niet zo besmettelijk is... maar dat je hoeft dat je maar te hoesten je gaat dood. Dat ja. kan ook. Ja. Dat is niet, ik geloof, bij dit type van virus niet zo waarschijnlijk. Maar ja, trouwens, ja, wij hebben het nu voortdurend over dit type van virus. Hè. Dat is dat bolletje met al die, al die pluimpjes erin. Ja. erin. Die badminton-pluimpjes erin, die er allemaal <laughs> in schieten. Um. Maar er zijn natuurlijk alle mogelijke virussen. Kijk, die, die mensen die verstand hebben van virussen, die hebben al jaren gezegd: zorg dat je voorbereid bent. Niet waar. We hebben tegenwoordig een mondiale economie. Dus als er iemand besmet raakt in waar dan ook maar, weet ik veel, in de binnenlanden van Malacca, dan is dat in no time. Is, is, is er ook iemand in Boksel die het heeft. Zo werkt het. <tus> en neem dat Wuhan. Er bleken honderden Nederlanders in Wuhan te werken. Dat is, hè? Had je mij gevraagd of een Nederlands werken in Wuhan, had ik gezegd, nou twee misschien. Maar het bleek er honderden te zijn, die, ja, met alle gevolgen van die. Ja. Dus uh, ja, zorg dat je voorbereid bent. Zullen ze dat zijn? Nee, let op mijn woorden. Als er weer iets voordoet, het is een heel ander virus, het kan van allerlei verschrikkelijk zijn, niet waar we voortdurend hele akelige virus ontdekt, dan uh, zul je zien dat we weer te weinig... Misschien moeten we dan toch weer Siebert bellen, hè? Ik denk dat zien we het nu wel een nadenken is van wat kan ik nog? Wat kan ik nou <laughs> nog gaan doen? Nou, je moet gewoon emigreren. Ik denk dat dat ver weg het anders is. Ben je wel een beetje voorbereid op Freedom Day? Want er komt natuurlijk weer heel veel positieve... Freedom Day? Wat ja, is dat? we hadden vorig jaar natuurlijk de terrasjes die na lange tijd weer open gingen. Toen was iedereen, ja, voelde zich bevrijd. We kunnen weer op het terrasje zitten. Nu krijgen we natuurlijk weer dat mensen de clubs in mogen. En dat ze weer naar kantoor mogen. Dus iedereen zal zo meteen weer in euforie ontstijgen. Echt waar? Ja, dat denk ik wel. Ben je daar een beetje op voorbereid? Totaal niet, natuurlijk. Want ik zie het helemaal niet zo. Ik heb helemaal... Ja, er was een tijdje dat je beperkt was in je, je mogelijkheden. Maar ik heb al dertig jaar thuis gewerkt. Dus wat dat betreft ja. is dat voor mij in de tijd niet zo verschrikkelijk veel veranderd. Maar dat staat straks wel op teletext en in de kranten, dit soort sentimenten. Ik begrijp ook dat, dat ongekende hartstochtelijke verlangen naar het nachtleven... Want daar worden bij altijd uit, daar wordt altijd beeld getoond van het nachtleven. En dat kunnen we heel kort samenvatten. Dat zijn betrekkelijk jonge mensen die een een licht verdwaasde indruk maken en die eigenlijk niet veel meer doen dan op en neerspringen. Ja, wat je altijd denkt. Wat die zou er nou toch? Godsnaam aan zijn? Om niet waar bij, bij een, een ruimte waar waarschijnlijk zuurstofgebrek is. Het, 4,5 uur op en neer te springen, dat begrijp ik niet. Nou, ja, dan komt natuurlijk heel veel tot stand. Ja, ik zelf heb nooit geparticipeerd in een nachtleven behalve dan in rustige cafés. Uh, het, het lijkt mij verschrikkelijk. En dan die afschuwelijke muziek die daarbij hoort en die dus kanonhard gedraaid <laughs> wordt. Want je weet, omdat jonge mensen niks tegen elkaar te vertellen hebben, staat die muziek zo. Hoe oh, is dat daarom? <laughs> ja, dat is daarom. Dat ze we hebben geen idee wat ze moeten zeggen. En nu mag je helemaal niks meer zeggen. Ja, je, moet, je kan niet meer zeggen, wat heeft u een leuk jurkje ja, aan. Dan ben je in feite al gearresteerd. En dan komen er komen waarschijnlijk speciale ruimtes in het nachtleven. Waar dus mensen die... die, 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 die hoort het dus, uh... Voor Mark Overmars. Zijn ja, precies. Die, ja. Ja, dat denk ik hoor, dat kan haast niet anders. Ja. Ja, maar dat is, alle creatieve geesten komen daar natuurlijk samen. komen mooie dingen uit stand. Creatieve geesten was, is nooit mijn indruk van het nachtleven geweest. die, die zijn, daar nou zijn wel... de meeste mensen al zo volkomen verdwaasd door alcohol en pilletjes en, en door het op en neer springen. Ja. Ja, het, het is ook een ingrijpende misvatting om te denken dat je onder zulke omstandigheden creatieve dingen kunt doen. Voor om echt iets creatiefs te doen op een gedisciplineerde manier, dat is heel belangrijk, is het zaak dat je dus niet een pilletje hebt geslikt. Dat je niet bezopen bent. Het is ook een enorme illusie dat mensen denken dat je, dat je flink met de alcohol. ...moet werken om tot creatief werk te komen, nou, dat is onzin. Daar denken heel veel schrijvers toch anders over en ook andere creatieve dingen. Ja, maar het doet ze geen goed. Die gingen eerst zuipen. Ik ben er ook van overtuigd dat ze niet bezopen waren als ze schreven. Wolkers volgens mij, die is toch ook wel... Nee hoor. Nee? Jan was helemaal geen drinker, 0,0. Ja. Oh. Absoluut niet. Nee, Jan was juist heel gedisciplineerd. Jan moest niets hebben van collega's die voortdurend bij Welling zaten. Nee. En, en Mulisch? Oh, volgens mij ook, ja, oh, ja dat dat was, een pijproker. Weet je het dan? Ja, ja. ja, de pijproker was dat. Een ja. pijproker. Nee, nou, nee, volgens mij was moeders helemaal geen drinker. Hmm. Nogmaals, ja, we, zijn natuurlijk, we kennen natuurlijk fameuze voorbeelden. even was een oh, ja, ongelooflijke ja. zuiperd. Maar, uh, Hemingway of ik uh, verslavingsgedrag uh, is, is vrij populair in die kringen. Maar als je schrijft, moet je gewoon nuchter zijn. Maar heel veel relaties worden ook uh, geboren daar in de kroegen hè? of in de clubs. Ja, daar komt ook mensen dan van terecht, van dat soort relaties. Is dat relaties. zo? Ja, want je moet natuurlijk de hele dag op en neer springen, ook thuis wil het iets blijven. Oh. Ja, nee, dat gezeik over terrassen en het nachtleven: dat je wel eens denkt: hebben mensen god wel betere niks beters te doen dan op en neer te springen en, en op een terras te zitten? He. Wat moet je daar nou? Je bent op een, op een terras denk je toch na nou, een kwartiertje aan? Nou, wordt tijd om op te krassen. Hè? Nou, je zit hier toch wel eens in het Willemina-park, in dat ding? Nooit in het op het terras. Ja, ik heb wel eens een, een gesprek of een interview op het terras, dat wel. Maar ik, dacht je dat ik daar op het terras ging zitten? Nee, ik wandel in het park, dat wel. En je gaat ook wel eens op een bankje zitten, toch? Zelden. Echt heel zelden. Oké, okay. oké. Okay. Nou, er zijn nog mensen die vragen of we niet wat doorslaan met dat hele gebeuren rondom Overmars. En uh, over John de Mol is nu ook weer wat te doen. Want die zou uh, ja, dan niet seksueel uh, wangedrag, maar die zou mensen voor rot schelden. Publiekelijk. Oh ja? ja, dat heeft het AD. Heeft daar nu weer een stuk over. En er zijn ook wat luisteraars Waarschijnlijk die dat doen. doet hij dat wel. Hij... Ik denk dat als je CEO's gaat nalopen die mensen voor rot schelden. Dat je nog weer een extra gevangenis moet openen. Maar publiekelijk. Dus hij vernedert ze waar de andere collega's bij staan. En anderen ja, zouden dan dat gedrag overnemen. Dat is niet sympathiek, maar vooral vrij normaal volgens mij. Hmm. Ja. Ik vind het bijna niet voor. Maar het is, ik uh, denk dat dat eerlijk gezegd heel erg veel voorkomt. Ja, Ik kan me ook wel voorstellen als CEO, je hebt natuurlijk een, een bepaald beeld. En je moet natuurlijk zorgen dat al die mensen die je aanneemt, dat die ook wel ervoor zorgen dat je iets voor elkaar krijgt. En als die, uh, ja dan alleen maar zitten te praten. Ja, dan heb je hele goede CEO's. Die nemen namelijk mensen aan die wat kunnen. Maar je weet dat er een breed, brede groep van CEO's uh, is die mensen aannemen die hen naar aan mond praten. Dat is vaak bij politici die heel lang zitten, is dat een groot probleem. Als ze net komen zijn er allerlei mensen die ze niet zelf benoemd hebben. Dus die willen nog wel eens zeggen. Nou, Helmoet, dan kun je nou wel zeggen. Maar dat is helemaal niet zo. Hè? Wij weten wel beter. Eh. Maar natuurlijk, als je er tien jaar gezeten hebt. dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je mensen hebben benoemd die tegen jou bereid zijn te zeggen. Zorg eens dat je achter je bureau gaat zitten, zeg eh, Angela. Maar dit kan echt niet. Hè? Zo kunnen we dat niet doen. Dat is dus bij de Mol wat nu genoemd wordt. Ja, dat, dat is. Ja, ik weet niet. Ik, ik ken de Mol niet, dus ik weet niet in hoeverre die de neiging heeft om mensen te benoemen. Ik weet wel, ik wil verder geen namen noemen. Maar in de universitaire wereld was het vrij normaal dat hoogleraren mensen benoemden die op zijn minst niet zo slim waren als zij waren. Bewust? Ja, natuurlijk. Want als je iemand aanneemt waarvan iedereen weet dat hij echt rekende goed is. Nou ja, voordat je het weet werpt hij een slagschaduw waar jij ook last van hebt. Ah. Hè, of vertrekt hij naar het buitenland of nou ja, gaan ze maar door. Maar je kunt er ook op je voordeel mee doen, want je wordt het, het kan ook op jou afstralen als je iemand hebt die heel goed is. Nou, in een zeer competitieve wereld werkt het meestal niet zo. Oké. Okay. We hebben een vraag van Bob Siemerink. Die zegt: uh, Wat ik nergens op Wikipedia over u, meneer Van Rossum, kan vinden, is hoe de verdediging van uw proefschrift is gegaan. Was u nerveus? Was u gekleed in een rockkostuum? En had u nog een feestje na het balen van ja. de titel? Dat is wel een leuke vraag. Ja, ik was gekleed in een rockkostuum, zonder meer. Hoe ging de verdediging? Die liep prima, de luxe. Sterker nog, vond het zo leuk allemaal dat ik dacht: ik doe het nog een keer. <laughs> ja. Maar het bleek heel lastig om aan dezelfde universiteit. Je mag niet, sowieso niet in dezelfde faculteit. Dus ik had in een andere faculteit nog een keer moeten doen. Dus na enige namen er mee vermaakt te hebben, heb ik besloten dat natuurlijk niet te doen. Maar hoe gaat zoiets? Uh, nou ja, dat is een datum die wordt vastgesteld lang van tevoren. Uh, dan is in principe alles goedgekeurd. Hoewel laatst, om mijn stomme verwondering, bleek in Tilburg een geval te zijn. Waar de commissie uh, staande de plechtigheid had gezegd: nee, het is niet voldoende. Een zachtelijke rel geworden, begreep ik. Maar in principe is het goed goedgekeurd. De commissie heeft dus het proefschrift goedgekeurd. Dan eh, is er een, een verdediging, die duurt drie kwartier. Weet je wel, dan komt de pedel na drie kwartier binnen en die zegt: Hora est. En dan gaan die belletjes rinkelen. En dan trekt die lui die daar zitten, dus de commissie trekt ze terug, voor een kwartiertje. Dan wordt het zogenaamde judicium bepaald. Dus het kan zijn na lange aarzeling. Zonder bezwaar van alles en nog wat. Cum Laude. Mag daar Cum Laude? Daar heb ik nooit van gehoord. Maar goed, Cum Laude. Ik wil wel even zeggen, nu de jongen toch zo beleefd en informeerd. dat ik Cum Laude gepromoveerd ben. De vlag uit. Um, nou ja, en dan heb je feest. Dus dan. Meestal is het zo dat er dan een receptie is. Ook in de senaatzaal. Dus dat is met bitterballen en dat soort van dingen. En we hebben s'avonds hier gewoon nog wat bier gedronken. Ik vond het een geweldig leuke dag, eerlijk gezegd. En was je nerveus? Niet zo. Niet zo. Nee. Ik, ik had toen toch al wel de indruk dat ik. Zeker ten aanzien van mijn eigen dissertatie, toch een minstens even goede die beter was. dan de heren die daar achter die tafel zaten. Er waren volgens mij geen dames bij, als ik het maar goed treden. En wat voor vragen gaan ze je stellen? Nou, over je eigen proefschrift. Dus dat, dat valt ook nog aan mee. Ja, wat vroegen ze? <laughs> ze vroegen met name ook. Een van de hoogleraar vroeg waarom ik geen. of niet een artikel van hem had gelezen over een probleem. dat ik in mijn dissertatie had aangekaart. Ja, zoiets in ieder geval. Nee, ik heb er niets dan uiterst positieve herinneringen aan. Ja, je staat verhaald met dat. En je hebt natuurlijk je twee paranimfen. Je, je, je hebt assistentie. Dus als je ineens stort, dan word je opgevangen door je paranimfen. Die moeten je ook een heel leuk dagje aanbieden voordat het uh, prachtigheid zover is. Was ik nerveus? Ik zal niet zeggen dat ik geen enkele vorm van nervositeit had. Maar weet je wat het met dit soort van dingen is? Je bent nerveus zolang er niks is. Zolang mensen trouwens tegen je blijven praten is er ook niks aan de hand. He, pas als je ze geïsoleerd zou raken, zoiets, dan is het vervelend. Ja. Maar zodra het begint, ja, dan, is het, uh, dan ben je niet nerveus meer. En hoe kies je dan die uh, paranimfen? Ja, dat zijn aardige jongens die bereid waren om dat manuscript drie keer te lezen. Maar die kenden je niet voor de rest? Ja, zeker wel. Ah, spreek je ze ook nog? Want dat vroeg die Bob ook nog. Ja, bij de een van de even verspreken vrij regelmatig, zeker. En de andere zou ik eigenlijk wel wat iets regelmatiger moeten spreken, maar die heb ik al een tijdje niet gesproken. Hm. Dus die zijn ook verplicht dat die erbij zijn? Als ik het, als ja, ik jou dat hoort daarbij. Bij. Het is allemaal tot in de puntjes geregeld. Ja, ja. En ja, dat speelt zich dus af in, in de Senaatskamer. Senaatstaal ja. moet ik zeggen. Ja. Het is dus een belangrijke uh, bijeenkomst. Ik ga even een nou, beetje. Nou, tot. eigenlijk niet. Niet? Nee, omdat dat er wordt niet meer besloten. of je wel of niet uh, dokter wordt. Dat is al besloten, want het manuscript moet goedgekeurd worden. Oké, okay, maar ze weten eigenlijk vooraf al wat er gaat gebeuren. als ik je zo hoor. Ja. ja. Ik geloof zelfs dat ten aanzien van de bepaling van het judicium. Dat dat ook eigenlijk al vast ligt. Okay. Dat er al in ieder geval even over gepraat is. Dat doet er ook niet zo verschrikkelijk veel toe. Van, ja, wie weet dat nou? Waar staat dat nou? Het is natuurlijk wel zo dat aan de universiteit is het voor je continuïteit van je carrière wel van belang dat je promoveert. Ja. Hey de, we hebben het gehad over de nieuwe kerk in Delft, waar die grafkelder helemaal vol is voor het Koninklijk Huis. Maar um, René Jansen meldt nu dat er een nieuwe kelder daarnaast wordt gebouwd. Oh, kijk eens aan. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Dan is de toekomst ook verzekerd van die lijken. Ja, en uh, ja, Trix komt dus gewoon in Delft, schrijft hij. En, en een linkje erbij naar koninklijkhuis.nl. Maar ze moeten wel even wachten. Want Is, de, is dat ding al klaar dan? Die dat, de, dat staat er niet bij. Nee, uitbreiding grafkelder staat. Ik weet niet wanneer dat uh, bericht naar buiten is gewacht. Ze zijn dat nog dat aan het bouwen. Is. Volgens mij. Oké, okay, dankjewel, René. Ja, dan kan Trix nu nog niet doodgaan. Je moet gewaarschuwd worden. Ze moet nog even wachten. Ja, maar even wachten. Ja, en dan hebben we dan, Jij vroeg je nog af waarom zijn er zoveel uh, Portugezen in Zwitserland? Ja. Dit vind ik een vrij opmerkelijke uitleg van iemand die zegt: het heeft ermee te maken dat ze daar op zoek waren naar mensen die schoonmaakten tegen een uh, redelijk <laughs> tarief. Ja, en dat de Portugezen daar wel voor in aanmerking kwamen. Dus ja, ja. Het is ronduit opmerkelijk. Ja. Ja, als je naar Lausanne kijkt, dat is van de buitenlanders 30% Portugezen. Want je verwacht natuurlijk eigenlijk Duitsers. Of, of. Ja, kijk ja, ervan op. Hij zegt ook: Ik woon nu 13 jaar. Want dit is Bart uh, Westerbeek van Eerte. En hij zegt: Ik woon nu 13 jaar woon ik in uh, Zwitserland. Hij uh, schildert daar chalets. En dan luistert hij naar de podcast, zegt hij. En volgens de Zwitsers maken de Portugezen ook zeer goed schoon. Vandaar dat ze <laughs> oh. er met velen zijn. En waarom zijn er geen Portugese astronauten, zegt hij? Weet je dat? Ik heb geen idee. Dat is schijnbaar een mopje daar. Dat is vergelijkbaar met de Belgen mop bij ons. Hij zegt omdat er op de maan niet schoon te maken valt. Dat schijnt zo'n oh. zo standaard dingetje daar te zijn. Ha. En even kijken, wat hadden we dan nog? Ja, ik had geen idee. Stond eigenlijk nergens in zo'n die, die beschrijvingen van die steden. Ik heb toen, ik was bij Lausanne geloof ik. En toen heb ik er nog een andere bezocht, gekeken. Ik Plaats ook aan het meer van Genève, iets ten oosten van uh, Genève. Kijk, Genève ligt voor de hand dat je daar ontzettend veel buitenlanders hebt. Uh, want ik begreep ook wel, dat die lui dan geen. Dat zijn gewoon Portugezen die nog Portugezen zijn. Die zijn ja. niet genaturaliseerd, als ik nee. het goed heb gereed. Maar we hebben wel verschillende lezingen binnengekregen. Want iemand anders zegt weer dat het in de jaren 60 en 70 in Portugal zo slecht ging met de economie. dat ze allemaal weg zijn gegaan. en een deel is in Zwitserland terechtgekomen. Dus nou ja. Verschillende reacties zijn binnengekomen. daar ja. wordt dan ook nog een Portugees kant op. Ik heb begrepen dat de meeste Portugezen in die tijd van Salazar, dat die naar Frankrijk gingen. Ja, ook schrijft hij erbij, maar dus er ook een deel naar Zwitserland. Oh, oh, Frankrijk, ja. Duitsland, Zwitserland. Maar, dus Nog één dingetje wat open staat. De uh, piloten en het salaris. Dat vroeg jij ook nog eventjes af. Is het niet zo, zegt uh, Peter van der Dorst uit Breda. dat de piloten. doordat die opleiding zo ontzettend duur is. dat ze dan ook een wat hoger salaris moeten hebben. om dat in ieder geval een beetje terug te verdienen? Ja, dat is een beetje een uh, kip-en-ei kwestie natuurlijk. Ik zou zeggen, waarom is die opleiding zo achterlijk duur? Dat is toch niet nodig? Ik heb begrepen dat je relatief snel kunt leren vliegen. Denk aan die denk aan die die twee toestellen in, de, in die torens geknald hebben. Hè? Uh. Minder dan een jaartje toch? Ja, en het waren ook niet de snuggers, te begreep ik. Bleek uit latere verhoren van die, van die, van die vliegscholen. Je hebt in Amerika massas vliegscholen. En ik had bepaald niet de indruk dat dat lang duurde of uiterst complex was. Nee. Maar dat, ik durf daar eigenlijk niet over te generaliseren. Ik, ik heb er wel van. Ik had laatst werd ik gereden door iemand die zo'n opleiding voltooid had. En die zei dat je voor een paar tientjes kun je op zo'n home trainer op Schiphol. Kun je een 737 vliegen? Ja, dat heb je, of je verteld? Zo. Vorige keer heb je oh, dat weer... heb ik al verteld. Ja. Oké, okay. ja. nou, dat klopt me wel aan. Ik heb maar... altijd graag willen leren vliegen. Ja. Maar er is een man die is piloot, die luistert altijd. Misschien moet die even reageren. Die weet het vast. En ik krijg nog iedere keer heel veel mails over dat gebouwtje van het WTC, wat niet is ingestort. Met allemaal linkjes van Ma Van Rossum, moet eens naar deze BBC-documentaire kijken. En Van Rossum moet dit eens lezen, want dan zouden er misschien anders denken. Van Rossum heeft een dik boek gelezen over 9-11. En Van Rossum is volledig overtuigd door het omvangrijke rapport wat in de tijd door deskundigen over deze materie gemaakt is. In deze onbeschrijfelijk complexe flauwekul...